Welkom bij de eerste uitzending van EO Talks. De aanwezigheid van advocaten Elsa van der Loo en imam Azzedine Karad bij Jinek en Opeen heeft veel losgemaakt. Wij gaan met ze in gesprek over de vrijheid van meningsuiting. En hoe wordt met moslims gesproken als het om belangrijke onderwerpen gaat? Op het Emmaus College is daarnaast in Rotterdam moest een leraar onderduiken na bedreigingen. Hoe kon het zover komen dat een leraar moest onderduiken? En is het volledige en juiste verhaal wel verteld? Daarover spreken oud-leerling van het Emmaus College Mohammed Fatouhi, politicus Noordin El Ouali en docentopleider Rashid Jemawi. Gasten, dank jullie wel dat jullie er zijn. Zullen we even een rondje doen? Ik heb jullie net al kort aangekondigd, maar ik denk dat we beginnen bij de dame rechts van mij, Elsa van der Loo. Kun je misschien iets vertellen over jezelf? Elsa van der Loo, ja, woon in Amsterdam, ben advocaat. Ik weet niet hoeveel je wil weten. Ja, heel goed. Rashid Jemawi? Ik ben geboren en getogen Rotterdammer. In het dagelijks leven doseer ik de Hogeschool Rotterdam. En daarnaast ben ik gebiedscommissielid in Nelshaven namens NIDA. Oké, maar je bent docentopleider maatschappijleer? Ja. Oké, heel interessant, gaan we het zo over hebben. Dan ga ik door naar de imam. Azzedine Karad, 33 jaar. Vader van 4 prachtige kinderen, alhamdulillah. In mijn dagelijkse leven ben ik imam. Meneer Ouali? Ja, Noordin El Ouali, 39 jaar pas geworden. Vader van 2 kinderen. En de politiek leider van NIDA. Ja. En we zitten hier natuurlijk vandaag omdat de afgelopen weken heel veel te doen is geweest rond de vrijheid van meningsuiting. We hebben Elsa van der Loo en Azzedine Karad in 2 praatprogramma's gezien. Namelijk Jinek en Opeen. Daar gaan we het eerst over hebben vandaag. En daarnaast is er veel te doen geweest rond de eventuele bedreigingen. De bedreigingen richting een leraar op een Rotterdamse school. Die volgde eigenlijk vlak nadat in Frankrijk een leraar is onthoofd. Vanwege cartoons die hij in de klas hebben getoond. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat jullie zelf ventileren, ook vanuit jullie expertise, hoe jullie tegen bepaalde zaken aankijken. En ik zou ermee willen beginnen door een fragment te laten zien van Opeen, waar jij toen aanwezig bent geweest, imam Azzedine. Laten we eerst even kijken. Want we gaan door. In Rotterdam raakte de couscous aan de kook toen enige islamitische leerlingen zich stoorden aan een bij de leraar Nederlands hangende spotprint over Charlie Hebdo. Ze spraken over godslastering, slingerde het online en een rel was geboren omdat de leraar moest onderduiken vanwege de bedreigingen. Christenminister Slob van Onderwijs reageerde vanavond. Hier spelen natuurlijk 2 dingen. Allereerst speelt hier dat in dit geval die docent echt bedreigd is. Zo bedreigd dat hij zich niet meer veilig voelt in zijn klaslokaal. Ook niet meer in zijn school. Ook niet meer in zijn eigen huis. Dus dat hij op een andere plek zit. Dat is natuurlijk niet acceptabel. Ja, maar er speelt nog iets anders. Dat is ook dat men niet meer de vrijheid dus voelt om in een klaslokaal onderwerpen te sprake te brengen. En daar ook vormen voor te kiezen die men vanuit de professionaliteit van de docent belangrijk vindt. Nou, een leraar in Rotterdam die moet onderduiken. Wat was jullie eerste reactie toen jullie dat hoorden? Ja, natuurlijk bizar. Hè? Ik bedoel, dat zou niet moeten kunnen. In welke samenleving dan ook. Het zou nooit een zaak zijn waar je akkoord mee kan gaan. Sterker nog, ik denk dat elke docent alle vrijheid moet ervaren, maar ook veiligheid in het klaslokaal om goed zijn werk te kunnen doen. Dus dat was mijn eerste reactie. Ja. Ja. Rashid Jemawi, je bent natuurlijk docent opleider maatschappijleer. Ja. Hoe keek jij ernaar toen je dat bericht vernam uit de media? Ja, ik sluit me geheel eigenlijk aan bij de woorden van Noordin. Natuurlijk afschuwelijk, ik ben zelf leraar, het lijkt me afschuwelijk om te moeten onderduiken. Dus ja goed, het eerste moment dat ik dat hoorde dacht ik, wat een afschuwelijk nieuws. En de docent moet zo snel mogelijk gewoon weer les kunnen geven. Ja, heel goed. Jullie hebben natuurlijk in programma's gezeten, Azzedine en Elsa. Jullie hebben het gehad over de vrijheid van meningsuiting. Hè? En ook over de vraag hoe ver reikte die vrijheid van meningsuiting. Dat is natuurlijk gebeurd ook nadat er een petitie is gestart die door meer dan 120.000 moslims is ondertekend in Nederland. Waarbij is gezegd, we veroordelen iedere vorm van geweld. En we hebben het ook graag over hoe ver die vrijheid van meningsuiting moet reiken. Hoe hebben jullie het ervaren om in die programma's aanwezig te zijn? Ja,
Wat je zegt inderdaad, we hebben gesproken, of althans ik heb getracht om te praten over de vrijheid van meningsuiting. Alleen, ik ervaar een soort van discrepantie natuurlijk in het gesprek. Ik wilde praten over de vrijheid van meningsuiting en je zit tegenover een tafelpartner die het over een heel ander onderwerp wil hebben. Hè. De eerste vraag heb je al gesteld van ja, wat denk je van bedreiging? Ja, dat is onacceptabel en dan ben je wat mij betreft heel snel uitgepraat, want daarna komt een punt. Maar het onderwerp waar ik het wilde over hebben, dus ja, dat ging lastig, dat ging stroef. Had je dat niet aan kunnen zien komen misschien, dat als je daar aan tafel gaat zitten, vooral als je een beetje weet wie er aan tafel zit, dat dat niet per se een heel schappelijk gesprek hoeft te zijn? Tuurlijk, dat weet je. Dat op het moment dat je natuurlijk, hè, je gaat eigenlijk, de setting is ook, je gaat met tegenovergestelde opinies, ga je daar zitten. Althans, tegenovergestelde opinies wat betreft de vrijheid van meningsuiting. Mijn standpunt was beledigen, puur alleen om te beledigen. Dus geen enkele functionaliteit. Hè? Dus je kunt kritiek, dat kan soms ook beledigend zijn, maar gewoon puur om te kwetsen. Dat is wat mij betreft een grens. De andere kant die dacht, nee, ook beledigen om te beledigen. Daar moet je over kunnen praten. Maar ja, dat weet je op het moment natuurlijk dat je aanschuift in een bepaalde setting. Dat soms zo kan gaan. Oké, Imam Azdin. Ook, ik zeg jij, hè? Mag dat? Ja, tuurlijk. Ja, even voor iedereen aan tafel. Ik denk dat het goed is dat we gewoon je en jij zeggen tegen elkaar. Ook jij hebt aan tafel gezeten. Niet bij Jinek, maar wel bij Op1. Ook jij wist dat je aan tafel zat met gasten en met gastenheren misschien, waar de setting misschien niet heel vrolijk per se hoefde te zijn. Hoe ga je dan naar zo'n uitzending toe? Nou ja, kijk, het is denk ik wel heel belangrijk om in ieder geval ook jouw mening te kunnen verkondigen, in welke setting dan ook. Wat ik zelf daar heb meegemaakt is dat je dus een vraag kreeg over een best wel een complex onderwerp. Mm-hmm. En dan is het een uitdaging om inderdaad je richting te bepalen. Wat willen wij met deze discussie bereiken? Dus op het moment dat jij de discussie naar een ander niveau probeert te brengen, om het meer over de ethische kwesties te hebben, over pedagogische verantwoordelijkheid van de docent, dan merk je dat niet de bedoeling is. En dat men nog steeds ons in dat geval toch in een bepaalde verdachte hoek probeert te zetten. Mm-hmm. En dat is denk ik een van de pijnpunten waar we het ook over moeten hebben. Ja. Dat is vanzelfsprekend natuurlijk dat iedere mens met een die een gezond verstand heeft, dat we geweld afkeuren. Maar men blijft daarop hameren. Het is vanzelfsprekend, dus we hoeven het niet elke keer daarover te hebben alsof het van jou verwacht wordt om daar een mening over te vertellen. Over die verwachting gaan we het zo hebben, heel goed. Jullie hebben daar natuurlijk gezeten. De inhoudelijke discussie ging over de vrijheid van meningsuiting. En Imam Azdin, in jouw uitzending bij Op1 werd er ook geopend met een opening die deed vermoeden dat de mensen die de petitie waren gestart en die dat hebben ondertekend tegen de vrijheid van meningsuiting zouden zijn. Daar heb je toen op gereageerd. Maar dat is vreemd. Een beter woord kan ik daar niet voor bedenken. Dus op het moment dat je voor je rechten opkomt, middels juridische instrumenten of middelen die er zijn, mm-hmm. dan wordt het ook heel snel weggezet als je bent tegen vrijheid van meningsuiting. Misschien komt de vraag straks waarom de vraag met ja of nee werd gesteld. Je kunt me altijd vragen in de mond leggen. maar ik denk dat wel iets zegt over hoe het gesprek gaat. Ruimte om een gezond gesprek te voeren, mm-hmm. is er niet. En dat is heel zorgelijk. Ja. Ik denk dat wel, althans, ik heb het wel zo ervaren. Ja. Dus op het moment dat je eigenlijk een andere opinie hebt, dan wordt er heel erg gezegd, oké, dan ben je tegen de vrijheid van meningsuiting. Nou, in mijn geval heb ik eigenlijk uit willen leggen, en dat is niet eens per se mijn opinie, maar dat is wel gewoon hoe het feitelijk is, dat de vrijheid van meningsuiting niet absoluut is en dat daar grenzen aan zitten. En dan kan je het. Maar wat ik dan heel opmerkelijk vind, is
als iemand zegt, we zijn heel erg voor de vrijheid van meningsuiting, maar niet voor die mening van jou. Want die vinden we eigenlijk niet zo leuk. Dus ja, op het moment dat je zegt, je staat voor de vrijheid van meningsuiting, dan sta je dus ook voor de meningen die je wat minder leuk vindt. Je staat niet alleen maar, want wat je eigenlijk in de kritiek en in de discussie heel erg, als je dat vindt, dan ga je maar weg. En de vrijheid van meningsuiting is nou juist dat als je iets vindt wat de ander niet vindt, dat die meningen er allebei kunnen zijn. En dat dat niet de oplossing is, dan ga jij maar weg. En dan denken we hier allemaal hetzelfde. Mag ik daarop niet aanvullen? Want kijk, nog veel sterker, de vrijheid van meningsuiting is niet zozeer voor de meest populaire meningen. De meest populaire mening, wat heel Nederland op dit moment vindt, is dat je vooral tot op het bot de ander mag beledigen als het over moslims of islam gaat specifiek. Want het geldt eerlijk gezegd niet voor alle groepen, maar wel als het om deze groep gaat. Dat is een populaire mening. Mm-hmm. Die behoeft geen verdediging. Weet je, die staat niet onder druk. Vrijheid van meningsuiting gaat heel precies om onwelgevallige mening. Bijvoorbeeld 120.000 moslims die kennelijk gewoon een heel duidelijk signaal willen afgeven binnen alle grenzen van het fatsoenlijke en het, laten we zeggen, ook legale, als we het over wetten en regels hebben. Die worden weggezet als het ware het meest vreselijke wat je ooit kan doen. En dat is interessant, want als het echt gaat om de vrijheid van meningsuiting, dan gaat het juist om die kwetsbare, minder onwelgevallige meningen die je zou moeten beschermen. Maar Noordin, ik merkte ook, en in de Tweede Kamer is het debat ook gevoerd. En op televisie is het debat natuurlijk ook gevoerd. En ik ga hem bij jou neerleggen. Er werd ook iets gezegd over de timing van die petitie. Want is het nu wel zo verstandig en is het ook wel goed om op dit moment, vlak na een onthoofding en vlak na een bedreiging in Nederland, het te gaan hebben over hoe ver die vrijheid van meningsuiting dan moet raken? Ben jij gevoelig voor dat argument? Nou, eerlijk gezegd, kijk, ik snap dat het een heel emotioneel debat is. Dat snap ik. Dat met heel veel gevoelens en emoties gepaard gaat. En daar moet je op zich wel rekening mee houden. Maar dit argument had ik moeite mee om een aantal redenen. Eén, omdat het feitelijk niet klopte. De vreselijke moord op Paty, die was volgens mij op 16 oktober. En de petitie is van 2 weken later, van begin november. Dus dan bedoel je dat er werd gezegd 2 dagen na de petitie? Ja, dus dat klopt feitelijk niet. En bovendien was die petitie niet gericht op Paty en die vreselijke moord. Maar die was gericht op alle politieke Europese leiders, ook een Rutte in Nederland, die reageerde op die moord door eigenlijk een hele politiek standpunt in te nemen en die spotprint zelfs op overheidsgebouwen te projecteren en andere geluiden die er waren. We moeten verplicht op alle scholen. Kijk, daar was het een reactie op. Dat is een politieke reactie. Mm-hmm. Dat was natuurlijk niet, dat was de directe aanleiding. En als je dat in oogschouw neemt, dan snap je dat argument wat in de Tweede Kamer elke keer naar voren werd gebracht, vooral een gelegenheidsargument was. Zo zou ik het duiden. Oké, heel goed. Ik ga nog met jullie kijken naar twee fragmenten uit beide optredens in de programma's van Op 1 en Jinek. Want jullie kregen daar op een gegeven moment de vraag over de petitie, naar aanleiding van de petitie ook, en naar aanleiding van de discussie over de vrijheid van meningsuiting, kregen jullie vooral een vraag waarvan een groot deel van Nederland dacht, waarom antwoord je daar niet gewoon ja of nee op? Laten we kijken naar het tweede fragment. Laten zien wat u betreft. Ik denk dat het heel belangrijk is om duidelijk aan te geven dat vrijheid van meningsuiting een groot goed is. Dus dat is belangrijk en dat moeten we zeker koesteren en daarover waken. Ik zou meer de ethische discussie willen voeren, of meer de pedagogische discussie. Is het verstandig voor een leraar om het op deze manier met leerlingen te bespreken? Want ik zeg altijd, vrijheden zijn verantwoordelijkheden en dat ding op de juiste manier te gebruiken. Maar mag een leraar dan een Mohammed-cartoon laten zien als hij dat wil in zijn les? Wat u betreft? Nou ja, ik denk dat het heel goed is om juist naar de manier waarop dit bespreken wordt in de klas, dat een docent heeft een rol, het is een rolmodel, heeft een voorbeeldfunctie. Er is ook een machtsverhouding, docent-leerling. En ik denk dat we daar ook naar moeten kijken als we dit soort thema's, ook complexe thema's, moeten bespreken. Ja, we zien eerst een fragment van jou, Azedin. En daarna zien we een fragment van jou, Elsa. Azedin, ik begin bij jou. Je krijgt een aantal keren een ja-nee-vraag voordat we ga naar de vraag waarom je daar niet gewoon ja of nee op zegt. Mm-hmm. Eerst de vraag, wat betekent die vraag nu eigenlijk? Mag je de cartoons in de klas laten zien, ja of nee? Dat is de vraag.
Wat bedoel je nou? Ik had twee keuzes. Je kon een vraag stellen van wat bedoel je nou? Bedoel je nou juridisch? Bedoel je nou theologisch? Bedoel je wat mijn persoonlijke mening is over die kwestie? Maar ik wilde daar niet te veel tijd aan verliezen om mijn punten die voor mij belangrijk zijn, om die niet te maken. Dus je kan op dat moment twee keuzes maken. Je standpunten duidelijk maken. Natuurlijk vind ik het als moslim niet gepast, niet oké dat de profeet vrede zijn met hem. Althans, ik zeg altijd, het is slechts een poging. Wat ik op die tekening zie, is niet mijn profeet. Maar dat is een heel andere discussie. Dus je krijgt eigenlijk een vraag waarbij je ja of nee antwoord moet geven. En welke antwoord je dan ook geeft, is niet dekkend. Want er wordt een context gecreëerd waarbij het lijkt alsof het over vrijheid van meningsuiting gaat. Dus als je zegt, ja, ik ben er wel voor, dan zeg je, ik ben eigenlijk voor dat de profeet beledigd wordt. En als je zegt nee, dan zeg je indirect ook dat je dus tegen vrijheid van meningsuiting bent. En dat ben je niet, voor alle duidelijkheid. Dat ben ik zeker niet. En daarom is het belangrijk om dat op uit te leggen. Dat je zegt van, dit zijn mijn standpunten. Dus als er de verkeerde vraag wordt gesteld, dan ben ik niet degene die daar een antwoord op moet geven die zij willen horen. Ja. Dus het is complexer dan dat. Want je kan het vanuit verschillende perspectieven benaderen. En ik heb ervoor gekozen om mijn standpunten te verduidelijken dan met ze mee te gaan in dat ja of nee verhaal. Elsa? Ja, dat is herkenbaar. Want op het moment eigenlijk, hè, wat je wil met zo'n vraag, is eigenlijk heel erg snel kijken in welk hokje kan ik je plaatsen. Hè? Zit je links of zit je rechts? En dat meer is er eigenlijk niet. Ik vind het niet zo interessant in die zin wat ik als persoon daarvan vind, want ik zit daar niet voor mijzelf als persoon. Ik zit daar voor een veel groter iets. Het gaat niet om wat vindt Elsa. Het gaat om een veel groter iets. Op het moment dat ik ga zeggen, ja, ik persoonlijk vind dat, dan doe je dit, dan ga je vernauwen, dan gaan we het hebben over wat ik vind. Nou ja, en dan doe je de discussie teniet. En wat imam Asseline ook eigenlijk zegt, op het moment dat je die discussie op een hoger niveau wil gaan voeren. Mm-hmm. En dat is, hoe gaan we met elkaar om? He, vinden we het oké om elkaar tot op het bot te beledigen? Of willen we op een andere manier met elkaar omgaan? Ja, op het moment dat je dat zo aan het vernauwen bent, dan ga je aan die discussie niet toekomen. En dat was eigenlijk een van de redenen, denk ik, bij dezelfde gedachte. Het is een hele eerlijke manier om een complexe zaak zo te versimpelen, te vereenvoudigen. Ik heb één keer eerder een soortgelijke vraag gehad. Ik meen dat was bij Buitenhof. Mm-hmm. Ik kreeg de vraag, wat is voor jou belangrijker? De grondwet of de wet van God? Kijk, het antwoord van mij was, elk weldenkend mens plaatst zijn geweten boven alles. En dat is ook de vrijheid van geweten. Dus het is een versimpelde vraag, ja, die heel kwalijk is. En ik denk wat jij ook voelde, Esdin, dat je daarom ook niet ja of nee wilde antwoorden, is dat je voelde, deze vraag is niet eerlijk. Deze vraag wordt met een agenda gesteld. Deze vraag wil mij in een hokje duwen en geen van die hokjes wil ik in. Was dat meteen het gevoel dat bij jou, en bij jou Elsa stel ik dan ook meteen dezelfde vraag, hadden jullie bij die vraag meteen het gevoel, oké, ik moet in verdedigingsmodus, of ik word in een hokje geplaatst, of had je dat gevoel nog niet? Ja, je zag me aankomen natuurlijk. Ja. Ik bedoel, het was bij ons beiden de eerste vraag. Dus je bereidt jezelf natuurlijk wel voor op het moment dat je daar gaat zitten. En je ziet hem aankomen dat op het eerste wat ze zullen gaan vragen is, voor of tegen. En dat is eigenlijk om die discussie heel erg te gaan vernauwen. En om eigenlijk een oneerlijke positie te creëren. En daarbij heb je er denk ik ook al vooraf gewoon bewust voor gekozen van, als die vraag komt, dan ga ik daar op een bepaalde manier reageren om toch nog mijn boodschap te kunnen vertellen die ik eigenlijk wil vertellen. Ja, ja, ja. Want ik weet dat, we kennen Jort persoonlijk, hè. Je weet natuurlijk hoe hij zelf in het debat staat. En wat Elsa net ook zei, of Nordin, dat je dus zo'n complex onderwerp die je eigenlijk op de allerhoogste niveau dient te voeren, dat je dat moet beperken tot ja of nee antwoord. Dus je probeert gewoon heel simpelweg niet op een emotionele manier te reageren, want ik kreeg ook van mensen, van moslims te horen van, waarom durf je niet te zeggen, ja, ik ben daar tegen. Maar zo simpel is dat niet. Het gaat niet om wat jij als persoon vindt, maar wat wil je bereiken met het gesprek. Maar je kan wel, en dat was denk ik de kritiek die je kreeg, dat er werd gezegd, maar je kunt wel overduidelijk stelling nemen door te zeggen, nee, dat mag niet. Je mag dat niet in die klas laten zien, zo'n cartoon. Dat is eigenlijk wat werd gezegd. Waarom zeg je niet gewoon, nee, dat mag niet? Nee, van wie mag je dat niet?
Ja. Dat is de vraag. Als je zegt, de wet zegt iets anders. Dus die docent kan wettelijk zo'n cartoon tonen. Dus op het moment dat je dus ja zegt, het mag niet, dan creëer je ook indirect, want de moslims zijn niet de enige die meekijken, creëer je ook indirect het gevoel bij mensen dat je daar tegen bent, wettelijk gezien. Tegen de vrijheid van meningsuiting als geheel. Precies, dat de docenten dat niet mogen doen. En daarmee, want dat is de framing die gecreëerd wordt, daarmee keur je ook het gedrag van zowel de moordenaar van die Franse docent, als de bedreigingen hier in Rotterdam, keur je daarmee goed. Ja. Dat is dan eigenlijk een beeld wat dan op dat moment gecreëerd wordt, op het moment dat ze dat ik ben daar tegen. Natuurlijk theologisch gezien, islamitisch gezien, ben ik daar een tegenstander van. Maar in zo'n gesprek moet je het wel op een andere manier benoemen. Rashid. Ja, op macroniveau vind ik dit eigenlijk nog groter probleem. Want we zien eigenlijk dat er nu een generatie opgroeit die dag in dag uit, iedere dag eigenlijk hoort van beter voor of beter tegen. Je moet constant die loyaliteitskaarten inzetten of je ervoor of tegen bent. En dat is heel ernstig. Ik wil er eigenlijk ook bij zeggen dat het heel belangrijk is dat we onze eigen podia gaan creëren. En dat we niet eigenlijk noodgedwongen moeten gaan zitten bij een programma waarbij je al weet eigenlijk dat je in een bepaalde hoek wordt gedrukt. Ja. Maar het ergste is dat je niet de ruimte krijgt om jouw verhaal te doen en jouw standpunten duidelijk te maken. En je zegt dus dat zouden we eigenlijk via een eigen platform, dat is het, althans wat ik jou hoor zeggen, ja, Rashid. Zeker, ik denk dat het echt tijd is dat we, okay. Dat we zowel politiek als in de media als in de meest brede zin van het woord een vertegenwoordiging krijgen. Ik zou willen kijken met jullie naar het volgende fragment, als jullie dat goed vinden. Het volgende fragment laten we eerst kijken en dan gaan we het erover hebben. We hebben een hele grote punt achtergezet en gezegd, wij sluiten een verbond. Je komt niet aan elkaars leven. Nu exact. Is er wel aan iemands leven gekomen. In Frankrijk. Dat kan niet. En wat ik dan hoor is, ik vind het heel erg, maar we moeten niet beledigen. Er is geen maar. Ik hoor het. Dat zijn uw woorden, meneer. Het is ongepast om nu de discussie te beginnen over waar dan grenzen van vrijheid van meningsuiting zijn. Laat dat aan de rechter over. Wat nu, bij de dreiging van een leraar in Rotterdam, een leraar in Den Bosch, de dreiging in Frankrijk, wat we nu nodig hebben, zijn islamitische leiders die opstaan en zeggen, wij genieten hier vrijheid. Wij hebben ongelooflijk veel vrijheid. Daar zijn we dankbaar voor. Dan is het nu ook onze plicht om de vrijheid van anderen te verdedigen, om iets te zeggen, iets te vinden, iets te tekenen, wat mij heel erg kwetst, maar waar je alle vrijheid van hebt. Nou, interessant, want jullie hebben volgens mij elkaar niet gesproken voor de uitzendingen. Nee. En ik ga ervan uit dat Dylan, Yeshogus en Segers elkaar ook niet hebben gesproken voor de uitzendingen, al weet je het nooit. Maar het gesprek is wel bijna identiek. In beide gevallen hoor je dat jullie eigenlijk heel sterk veroordelen wat er is gebeurd. En dat jullie eigenlijk wordt gezegd, maar ik hoor er een maar na. Ja. Hoe kijk ik? Ik zie jou lachen. Ja, de vrijheid van meningsuiting. Als ik dit zo hoor, dan denk ik echt, ja, we hebben een vrijheid van meningsuiting, maar die moet echt passen in mijn jasje. En zo niet, ja, dan heb je die maar. Hè. Dan ben jij niet iemand die daarvoor staat. Maar alleen voor mij. Dus het is een hele valse manier van debatteren. Door iets te zeggen wat niet wordt beweerd. Maar kijk, zowel Elsa als Ezdi moesten in die hoek. En die hoek is van degene die op voorhand niet voor vrijheid van meningsuiting zijn en sterker nog de moord goed praat, het liefst nog dat. En ja, maar dat kregen ze niet. Dus wat je dan gaat creëren is dat je gaat projecteren. Je plakt mensen een gezicht op. Het is even vanuit mijn theoretische kader als pedagoog. Je plakt mensen een gezicht op. Noodgedwongen. En dat is zo vals. Want niemand heeft dat gezegd. En zowel Segers als Dylan, die zaten, ja, maar ik hoor hem maar. En Segers zei het zelfs 5 keer of zo. En wat zou die maar dan betekenen? De maar is dat ze eigenlijk iets op jou projecteren wat zij zien en wat zij willen zien. En wat dus ook beter past in hun beeld van moslim zijn of hun verknipte beeld van wat je zou vinden. Daarmee wordt dus een beeld gecreëerd van, wij vinden vrijheden belangrijk, maar die docent had nooit dat moeten doen. Dus in die zin dat je dus geweld of moord in dit geval of bedreigingen goed praat. Dat is dan het beeld wat gecreëerd wordt, terwijl je dat nooit hebt gezegd.
Je hebt nooit gezegd maar. Het is heel duidelijk, die petitie waar het over ging, die legt het ondubbelzinnig neer. Het is aan tafel niet, maar omdat je dus inderdaad, wat je zegt, je krijgt iemand niet in de hoek en dan zeg je ja, maar je zegt er maar naar. Ja, er is geen maar. Er is een punt en dan is het gesprek aan tafel wat mij betreft ook heel erg kort, want dan hebben we het verder nergens over te hebben. Terwijl als we het over die vrijheid van meningsuiting hebben, en dat is niet een maar op... maar ja, dat is toch hetgeen wat je... We hebben het aan het begin van het gesprek gehad over hoe je je dan voelt als je die eerste vraag krijgt. Dan ontwikkelt het gesprek zich en dan wordt er een ja maar in je woorden geschoven, als het ware. Hoe voel je je dan eigenlijk als je er dan nog zit? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je dan een vorm van onrechtvaardigheid ervaart, maar je moet wel het gesprek afmaken. Hoe ga je ermee om? Ik was vooral gewoon volgens mij mijn best aan het doen om mijn zinnen te kunnen afmaken en om nog mijn verhaal te kunnen vertellen. Want naast dat je er maar en woorden in de mond gelegd krijgt, was het ook nog natuurlijk wel echt een uitdaging om überhaupt het gesprek te kunnen voeren zonder constant onderbroken te worden. En dat maakt het lastig. Kijk, je kunt op twee manieren tegenover elkaar zitten. Hè. Je kan echt zitten en zeggen van, jij hebt wat te vertellen en ik wil luisteren. Of je kan alleen zitten en wachten van, oké, wanneer kan ik reageren en wanneer kan ik zenden? Ja, dat is geen gesprek, dat is gewoon een eenrichtingsverkeer. En dan valt er ook heel erg weinig te praten. Je merkte dat overigens ook bij Bo toen Azarkan daar zat. Je merkt echt heel duidelijk dat Azarkan sprak naar de mond. Zoheer Yassini, die sprak zelfs van een primeur. We hebben een primeur, die wachtte even 2 seconden, tafel was stil om vervolgens te zeggen, ja, maar Erdogan dit, dat, en die linkte van alles en nog wat, echt om maar, ja. En hij maakte zichzelf daar heel belachelijk mee, Zoheer Yassini en de overige mensen daar aan tafel. Want goed, hij spreekt van een primeur om 2 seconden later allerlei dingen te projecteren om jou maar te labelen, te framen en in een hoekje te dumpen. Ja. De uitzendingen die we zeg maar nu hier daar zie je inderdaad hetzelfde. Hè? Dus dat, en dat is denk ik ook wat we bespreken, dat de wil er kennelijk bestaat om je in een bepaalde hoek te drukken. Ik denk dat de conclusie heel is. Heel simpel gezegd, redactie. Ja, er ontstaat op een gegeven moment, dan denk ik, en dat is ook wat bij iedereen aan tafel werd gezien, hè? Dus ook in de uitzending met Azarkan, met jou en met jou, dat jullie op een gegeven moment uit een soort verdediging gaan praten. Ja, in plaats van uit een gelijkwaardigheid aan tafel. En je zit al een geruime tijd in de politiek. Ja. Kijk even de medialogica, heel simpel gezegd. Mijn ervaring met media is dat redacties helaas heel simpel denken. Er zijn eigenlijk, als je heel eerlijk bent en de programma's van de afgelopen 20 jaar zou analyseren, is er maar ruimte voor 2 typen moslims. De extremist, die eigenlijk voldoet aan elke, laten we zeggen, archetype extremist, zeg maar, met alle meningen die daarbij horen. Of de vrijzinnige moslim van, ja, ik ben wel moslim, maar ik hou van een wijntje, weet je. En het liefst zetten ze die 2 tegenover elkaar. Heel veel kleur daartussen zit er niet. Dus je moet of in het ene hokje of in het andere hokje. En vaak zie je dat een tafel ook zo wordt samengesteld. Dat is ook mijn ervaring. Dat je, dus zelfs al zit je niet in zo'n hokje, wordt dat op je geprojecteerd. Want je moet die rol van simplistische rol van de moslim die iets vindt en dan ook meteen het model van alle moslims. Er bestaat geen diversiteit, nee, alle moslims vinden dit en jij moet dat stukje. Kijk, en wat je continu ziet is dat mensen die snappen hoe dat werkt, dat ze ondanks dat, en dat is heel lastig, uit dat frame willen stappen en een iets complexer verhaal willen toelichten. En dat is bijna ondoenlijk. Je staat 10-0 achter. En door dat soort redacties kom je continu in het probleem, wat je nu ook weer aan tafel ziet, waar zij mee worden geconfronteerd. Het is geen toeval. Ja. Het is gewoon een trucje. En dan bedoel je vooral dat beide gesprekken eigenlijk precies op dezelfde manier zijn verlopen? Ja, nou ja, ze proberen ze wel in een hoek te douwen. En ik zeg, weet je, er is eigenlijk ruimte afgelopen 20 jaar voor 2 typen moslims. De beetje leuke, gezellige, wijndrinkende moslim of je bent tegenovergesteld. Maar Noordin, en dan stel ik de vraag aan iedereen hier aan tafel. Is het dan niet op een gegeven moment dat je achter de oren moet krabben en zeggen, ga ik daar nog wel zitten? Nee, ja, kijk, die vraag kan je stellen en dat doe ik ook geregeld. Ik weet niet hoe, ik denk iedereen wel. Maar je weet, die plek wordt altijd ingenomen door iemand, sowieso. En weet je, wat ik heel lastig vind, is je wordt meestal ook uitgenodigd als terrorisme gerelateerd is, criminaliteit, et cetera. Dus je ziet islam en moslims altijd in de context van criminaliteit, terrorisme, et cetera. Als er geen andere verhalen zijn daarnaast, dan is dat heel problematisch, dan is dat eendimensioneel. Dus dan kan je je inderdaad elke keer gaan afvragen, gaan we wel of niet aan tafel?
En geloof me, even voor mezelf spreken, ik heb vaak genoeg nee verkocht, want ik kom niet. Omdat het gewoon niet paste. Maar soms doe je het dan toch, met de hoop dat je toch net het verschil kan maken. Dan kom je in situaties terecht die we net, we net hebben gezien. Ja, je maakt iedere keer ook wel die afweging. Voor mij was het de eerste keer om in zo'n setting aan te schuiven. Ik heb wel vaak voorgesprekken gehad, maar dan merk je inderdaad, en dat zei ik ook van, ja, maar je bent te genuanceerd. Dus het geluid wat ik vertolk, dat is te redelijk, te genuanceerd. Nou, dezelfde woorden zijn nog tegen mij gebruikt. En vaak wel een voorgesprek, maar heeft nooit geleid. Want ja, je zit niet in een of andere extreme hoek. En gewoon voor het normale en genuanceerde verhaal, daar is geen ruimte voor. Aan de andere kant, ik denk dat je kritisch moet zijn iedere keer op het moment dat zoiets zich voordoet. Ga ik dat wel doen? Ga ik dat niet doen? Ik ben het er heel erg mee eens dat we eigen podia moeten creëren. Maar dat betekent ook dat er gewoon een groot gedeelte van Nederland ook natuurlijk wel naar andere programma's. En dat je niet tot een algehele van daar doen we nooit aan mee. Maar het blijft lastig. Ja, ik, dezelfde overwegingen. Ik heb ze ook vaker nee moeten zeggen dan dat we daarmee iets gaan doen. Tegelijkertijd wat Nordin ook zegt, soms probeer je in ieder geval, kijk, mijn intentie was geweest van, het maakt mij niet uit wat voor vragen ze gaan stellen, ik wil echt die ethische discussie gaan voeren, van wat willen wij als samenleving bereiken? Willen wij alleen maar tegenover elkaar staan en elkaar blijven beledigen? Is dit wat wij willen? Want daar gaat de discussie over, mag je beledigen of niet? Niemand spreekt over vrijheid van meningsuiting. Mag je de ander beledigen? Sterker nog, ik zeg altijd, de profeet kan je niet beledigen. De profeet kan je ook niet tekenen. Hij is verheven boven al die tekortkomingen. En Allah subhanahu wa ta'ala is degene die hem beschermt, niet ik. Het gaat hier om het beledigen van moslims. Daar moet de discussie over gevoerd worden en niet over vrijheid van meningsuiting. Dus ik hoopte en ik heb ook geprobeerd, voor zover ik dat kon doen, om in ieder geval het daarover te hebben van wat willen we als samenleving realiseren. Want ik heb ook buren die misschien anders kijken naar bepaalde zaken. We moeten als samenleving op een goede manier met elkaar omgaan. Maar daar is geen ruimte voor. En dat was frustrerend ook. Het was frustrerend dat daar geen ruimte voor werd gecreëerd. Sterker nog, op een gegeven moment, debat is altijd tussen twee personen. Of meerdere personen tegen elkaar. Maar nu bemoeit ook de presentator ook zich met de inhoudelijke argumenten. Sterker nog, die zaken als couscous aan de kook. Ja, dit soort zaken. Ik ben mezelf. Ja, je kiest duidelijk een kant. En als presentator, als journalist, zou je eigenlijk neutraal moeten zijn. Je zou hem kritische vragen stellen. Waarom heeft hij geen vraag gesteld over godslastering? Want ze waren daar tegen. Ja. ChristenUnie. Ik wilde ook graag het hebben over wat er in hun partijprogramma staat. Over onderwijs. Hoe wij leerlingen dienen te onderwijzen. Ja. In theorie staan hele interessante dingen in hun programma. Maar in de praktijk blijkt dat toch anders te zijn. Over onderwijs gesproken, Rashid Jemoui nog een keer. Je bent docentopleider maatschappijleer. Ja. Je bent ook moslim. Het onderwerp gaat je aan het hart, denk ik. Ja. Er wordt veel gesproken over docenten de laatste tijd en de vrijheid van meningsuiting en hoe zij daar invulling aan zouden moeten kunnen geven. Ik denk dat daar verder niet zo heel veel discussie over bestaat, maar wat is jouw ideale samenleving? Hoe ziet jouw ideale samenleving als moslimdocent er nu uit? Nou goed, ik zou het liefst heb ik eigenlijk dat we, vooral als ik het heb over mijn studenten, toekomstige leraren, dat ze er dadelijk staan. En dat ze ook heel goed bewust zijn van de woorden die ze gebruiken, van die symbolen die ze gebruiken. Woorden, symbolen zijn betekenisvol en die kunnen schade toebrengen. Mm-hmm. Dus we moeten ons echt nog los van heel de discussie over spotprenten, wees je bewust van de woorden en die symbolen die je gebruikt. En pas daar ook in, want dat hebben we gehoord bij jullie aan tafel. En ik denk dat we dan gaan. Ik had nog een paar fragmenten voorbereid, maar die gaan we voor nu overslaan. Pas daar dan ook bij, want dat hebben we in de discussie veel gehoord, dat de studenten dan maar een eeltlaagje moeten creëren. Want ja, de samenleving zit nu een beetje vol met narigheden en daar moet je gewoon een beetje tegen kunnen. Ja, nee, ik vind dat je als docent, zoals ik zojuist al eerder heb aangegeven, echt bewust moet zijn van de heilige huisjes die je in klas hebt. Je moet niet, omdat jij zo heel graag wilt, dat je een bepaalde waarde heel, heel graag hebt en daar doorheen wilt drukken en daarmee studenten schaadt, dat moet je niet willen. Voor mij geldt gewoon heel simpel, ik zou zo'n spotprint nooit laten zien in de klas. Maar dat is omdat jij moslim bent? Nee, dat is niet omdat ik moslim ben.
op het moment dat ik mij bewust ben, ik probeer ook altijd in te leven in de studenten en mm-hmm. een idee te krijgen van wat er in hun hoofd speelt. En op het moment dat ik weet dat ik iets gebruik en hen daarmee schade toebreng, dan is dat voor mij een punt waarbij ik denk, oké, deze werkvorm zet ik niet in. Je zou niet bijvoorbeeld een ander spotprint laten zien, bijvoorbeeld van een ander, laten we zeggen, van een symbool die met een ander geloof of religie te maken heeft. Als het gaat over Donald Duck, prima. Maar als het gaat over, nogmaals, echt een heilig huisje intrappen en ik weet dat er studenten in de klas zitten die zich daardoor geschaad voelen, dan zal ik dat absoluut nooit doen. Nou, jij zegt, dan zou ik die werkmethode niet inzetten. Maar er zijn dus nog genoeg methodes die je zou kunnen inzetten om alsnog hetzelfde doel te bereiken. Maar goed, dat is aan een docent. Ik denk niet dat het enige, iets visueels afbeelden is niet het enige werkvorm die je kunt toepassen om een bepaald doel te bereiken. Absoluut niet. Kijk, het allerbelangrijkste wat ik vind en wat we ook meegeven aan onze toekomstige docenten, mijn studenten, is probeer open te staan voor wat er in die leefwereld van de studenten afspeelt. Hè. Iedereen heeft te maken met heilige huisjes, elke persoon. En probeer dat mee te nemen in in het materiaal of in de werkvormen die jij toepast in je klas. Misschien mag je met de laatste. Ik wil even een kleine aanvulling meegeven over deze kwestie. Ik denk tegelijkertijd dat we ook intern als moslims, vooral onze kinderen, de jongeren, de volgende generatie immuun moeten maken voor dit soort zaken. Natuurlijk dienen we alle juridische middelen te gebruiken om voor onze rechten op te komen. Mm-hmm. Dat moeten we blijven doen, ook onze mening verkondigen. Tegelijkertijd denk ik wel dat wij onszelf bewust moeten maken van het feit dat dit juist de bedoeling is van mensen, of nou politici zijn of mensen die zich bezighouden met spotprenten, et cetera, dat juist de bedoeling is, dus om jou te kwetsen. Ja. We moeten ons realiseren dat dit de profeet niet kan zijn, mm-hmm. omdat hij verheven is boven alle tekortkomingen. Het is slechts, want in de bewoording vind ik ook dat we dat niet moeten zeggen, het beledigen van de profeet of het tekenen van de profeet, nee, het is slechts een poging tot. Dus als ik je goed hoor, dan zeg ik dus eigenlijk, de vraag of iemand de vrijheid heeft om dat te doen of niet, hè? Allah, dat die vraag staat daar. Een andere discussie. Ik zeg niet dat dat mag. Ik zeg niet dat ik het oké vind. Dan denk ik dat het goed is. Hè? Dat tot daaraan toe, of iemand ervoor kiest om dat te doen of niet. Geweld is geen oplossing. Absoluut ik denk niet. Dat we nog even één keer heel goed in de camera moeten kijken en dat nog een keer. Hè? Maar geweld is geen oplossing. Maar we moeten dus ook wel kijken naar hoe je dat dan bespreekt. Hoe we daarop reageren. Ja, dat we dus reageren. Niet. Maar zeg je dan ook dat er wel een iltlaagje gecreëerd moet worden? Of? Niet dat. Mensen die gekwetst voelen, het is niet een keuze, het is niet geen knopje. Ik denk dat het wel een belangrijke eigenschap is die wij vooral in onze opvoeding mee moeten geven. Dat we niet... Maak onze kinderen weerbaar. Maak onze kinderen weerbaar, want we zitten in een veilige omgeving. Want dat zegt de profeet, heel simpel. Maar los daarvan, het kan ook een ander onderwerp zijn. Maak ze weerbaar in algemene zin, daar ben ik het mee eens. En ik denk, even, maar daar ga ik niet te veel over uitweiden. Groepscultuur hebben hele mooie kanten, maar... Een schaduwkant is dat wij gevoelig zijn van wat anderen van ons vinden. Het zit een beetje in de opvoeding. Wat vindt de buurvrouw? Wat vindt de buurman? Dus je wordt daar een beetje als kind gevoelig voor. Dat geef ik even mee voor een andere keer. Maar dat hele eeltlaagverhaal is zo dikke onzin. Er is geen groep in Nederland die harder is gebashed in de afgelopen 20 jaar. Die eeltlaag is echt volgens mij kilometers nu. En weet je, en kijk, God is in Nederland al lang niet meer heilig. Maar ik weet nog heel goed toen wij voor het eerst spraken over bijvoorbeeld Zwarte Piet. De racistische karikatuur Zwarte Piet. God was niet heilig, maar Zwarte Piet in dit land wel. Er waren doodsbedreigingen. Die heb ik zelf ook mogen ontvangen. Alleen maar omdat je iets maatschappelijks wilde aankaarten. En zeggen van luister, dit kan op een andere manier. Want kan het wat inclusiever? Nou, 90% van dit land had geen iltlaagje. Niet eens een millimeter. Dus weet je, dit soort valse beschuldigingen ook van zo'n Zegers. Ik weet dat hij recent zich ook heeft uitgesproken. Omdat er een kruisbeeld naast een bord stond. Maar goed, weet je, laten we alsjeblieft elkaar niet op die manier de maat nemen. Daar gaat het helemaal niet over. Er is genoeg ilt. En desalniettemin, als mensen zeggen van dit vind ik niet leuk. Zoals je dat ook in een klas kan zeggen als je wordt gepest. Want veel van dit soort zaken is gewoon
pesten, als je het echt plat slaat. Het is gewoon pesten. Je zegt, ik wil niet gepest worden. Dan hebben we op scholen allerlei protocollen om daarmee om te gaan. Als je dat op macroniveau zegt, we willen niet gepest worden, liever niet. En er zijn juridische mogelijkheden die dat ook met een doel beperken. Dan vind ik het recht van wie dan ook om daar bijvoorbeeld in petitievorm of een andere vorm of zelfs aangifte van te doen. Het punt is... Misschien de laatste woorden. Het punt is, speel nooit. Nooit voor eigen rechter. Maar als je wilt, zoek de gang naar de rechter. Elsa, het laatste woord. Nee, ik wou zeggen, het is ook natuurlijk het zoeken naar het hele stereotype beeld. Hè. Moslims kunnen nergens tegen, zijn heel erg gevoelig. Terwijl echt inderdaad het incasseringsvermogen is denk ik enorm als je kijkt wat er iedere keer over moslims gezegd en geschreven wordt. En daarom heb ik toen ook in die vragen in de uitzending gezegd, mag je je als moslim überhaupt beledigd voelen? Hè? Want het lijkt eigenlijk ook dat er tegenwoordig wordt gezegd, je mag je niet eens meer beledigd voelen, slikken en doorgaan. En dat ik denk, mag je als moslim ook beledigd voelen? In aanvulling daarop, wat ik vooral ook heel interessant vond, was dat op een gegeven moment werd gezegd, ja, maar dat gesprek voeren we over een half jaar wel, of over een jaar. Dat bepalen zij niet. Als het ons uitkomt, nee. Een beetje op die manier, hè? Ja. En dan zitten ze ook niet te wachten op dat gesprek, want laten we eerlijk zijn, hè, je kunt hem heel erg pakken. Zolang je maar over alles kan praten, dan kan je over alles praten, behalve over de inhoud. Ja. Dan kun je praten over de timing, dan kun je praten over dit, kun je praten over de verwoording. Maar wanneer gaan we het hebben over de inhoud? Ja. Nou, dat moment voor de inhoud, dat is nooit een geschikt moment, ja. is daarvoor. Laatste woord is gezegd. Wij gaan door naar een korte promovideo van Islam Omroep, waarin we nog een keer duidelijk maken waarom het zo belangrijk is dat u lid wordt. Dat u met ons ervoor gaat zorgen dat we de 50.000 leden halen en dat Islam Omroep een omroep kan worden op de nationale televisie. Eerst kijken we naar onze promovideo en daarna gaan we het hebben met Mohammed Fetouhi, Noordin El Ouali en Rashid Jamawi over wat er nu precies is gebeurd op het Emmaus College. We kunnen ons allemaal nog de beelden herinneren van onze ouders die in de rij stonden. Sterke krachten die hielpen bij de wederopbouw van het land dat wij nu thuis noemen. Ze verruilden alles wat ze hadden, gooiden hun dromen overboord en ruilden dat in voor eeuwigdurend heimwee. Het meest belangrijke namen ze wel mee. Het geloof. Het geloof in hem. Het geloof in een mooiere toekomst. Vooral voor de generaties erna. En hoewel we daar op verschillende manieren in slagen, wordt onze aanwezigheid geproblematiseerd. Dit is onze cultuur, dit zijn onze regels. Maar het is in veel gevallen juist het geloof dat ons staande houdt, kracht geeft en vooruit helpt. Wij, die weten dat beelden bepalen hoe wij de wereld zien. Beelden bepalen hoe de wereld ons ziet en hoe wij onszelf zien. Het is tijd, want Nederland is 1 miljoen moslims rijk. En als we onze verschillen waarderen, maken we samen het verschil. Dan vertellen wij hoe moslims de wereld zien. Daar of hier geboren. Altijd al geweest of moslim geworden. Islam Omroep vertelt jouw verhaal. Word lid van Islam Omroep en bouw mee aan een helder islamitisch geluid. Ja, Mohammed Fetouhi. Bedankt dat je... Ik heb jouw naam op 3 verschillende manieren nu uitgesproken. Ik weet niet of je het hebt gehoord. Op de heel Hollandse manier. Op de Marokkaanse manier. Een manier ertussenin. Ja, maar dat gebeurt vaak. Hè. Dat zijn we gewend met Nederlanders met een migratieachtergrond. Maken wel vaker weer dat hun naam verkeerd wordt uitgesproken. Maar... Zeg ik het goed of niet? Je zegt het goed. Oké, mooi. Jij zit vandaag hier bij ons aan tafel. Omdat er de afgelopen weken natuurlijk heel veel is gebeurd op het Emmaus College. Of vooral rondom het Emmaus College. Ja. Even voor de duidelijkheid. Wie ben jij, wat heb jij met het Emmaus College te maken en wat heb je met dit hele verhaal te maken? Nou, mijn naam is dus Mohammed Fetouhi. Ik heb zelf 6 jaar lang op het Emmaus College gezeten. Ik heb nog steeds nauw contact met sommige docenten, met leerlingen. Ik heb ook contact gehad met zeg maar docenten van wat vinden zij hier nu precies van. Docenten van het Emmaus College? Ja, van het Emmaus College. En ja, het is gewoon jammer dat, zoals de school zelf ook heeft aangegeven, is het gesprek gewoon tussen de docenten en leerling, is het gewoon gekaapt. Gaan we het zo over hebben. Okay. Gaan we het zo over hebben. Rashid Jamawi, jij zit natuurlijk al heel de uitzending aan tafel. Je bent docentopleider. Ja. Maar je bent ook afgestudeerd op een heel interessant onderwerp. Ja. En ik denk dat dat vooral nu hier goed aan bod komt. Op welk onderwerp ben je afgestudeerd? Kun je daar iets over vertellen? Ja, hoe bespreken docentopleiders maatschappelijke en maatschappelijk controversiële onderwerpen? En dat heb ik toen gedaan bij mijn docenten, die nu mijn collega zijn. Dus even voor de goede beeldvorming. Jij hebt onderzoek gedaan naar de wijze waarop je het beste maatschappelijk moeilijke onderwerpen kunt bespreken in de klas. Ja.
dan was dit heel interessant voor jou toen je hoorde wat er op het Emmaus College gebeurde. Ja, ja, inderdaad. Dat was een helaas een negatieve context, maar inderdaad, ik vond het aardig wat raakvlak. Ja. Ik ga toch nog eventjes door bij jou, want wat is nu de beste manier, kun je iets delen van je conclusies uit je onderzoek? De beste manier, ik denk dat een goede relatie een heel belangrijk element is. Zonder een goede relatie kun je bijna, of althans ja, goede, veilige leerklimaat is heel belangrijk. Als dat er niet is, dan is het heel moeilijk om over te gaan tot kennisoverdracht en het leren van vaardigheden. En zonder kennis en vaardigheden is het weer heel moeilijk om over te gaan tot vorming, identiteitsvorming, burgerschapsvorming, et cetera. Nordin? Ja, als pedagoog zeg ik co-signing. veilig leerklimaat en een goede band met in dit geval je pupillen. Is lijkt me essentieel. Niemand heeft ooit wat geleerd van iemand die ze niet aardig vinden. Niemand. Weet je, het is gewoon heel belangrijk dat je je als kind veilig voelt in zo'n klas. Dat alles in principe gezegd moet kunnen worden. Dat ook als iemand zegt ik vind het niet leuk, dat helemaal niet raar is. Dat je daar ook gewoon rekening mee kan houden en ook misschien naar de waarom. Wat doet je dan precies pijn? Laten we het erover hebben, laten we het niet meer doen. Dan kunnen we het op een andere manier. Maar gelukkig, weet je, we hebben gewoon vakmensen voor de klas staan. In principe ga ik ervan uit dat iedereen echt met het juiste hart en ook opdrachten voor de klas staat. Soms gaat het fout, soms onbedoeld, omdat het ook gewoon ontbreekt aan kennelijk ook dit soort kennis. Maar ik zou er echt moeite mee hebben als er docenten zouden zijn die willens en wetens iets gaan forceren en daarmee misschien meer kapot maken dan dat ze wat dan ook meegeven. Ja. Heeft niemand dat aan. Ja, daarom ben ik ook eigenlijk hou ik mijn hart vast vooral van politici die zeggen ja, we moeten vooral in de klas allerlei spotprenten gaan projecteren. Vind ik, ja goed, dat is een beetje absurd. Ik denk dat de oproep was dat, hè, dat hebben dus politici geroepen, zoals je zelf zegt, dat in klassen juist als tegengeluid op de bedreigingen die de docent heeft ontvangen, spotprenten te tonen om dan ook te laten zien dat het, dat het moet kunnen en dat het kan. Ja, dat drijft natuurlijk tegen alle... Dat drijft je natuurlijk tegen alles wat wij natuurlijk aan studenten in opleiding leren. Namelijk dat je dat juist niet zou moeten doen. Je moet echt doen aan zelfactualisatie. Je moet kijken welke producten je in de klas hebt, welke poppetjes je in de klas hebt. Wat er zich allemaal afspeelt. En daar een veilig leerklimaat creëren. En alvorens je kunt, verder kunt gaan echt op inhoud. Dus ja, goed, je kunt natuurlijk niet op maandag voor de klas staan en zeggen, kijk, hier heb je de profeet. Ik teken hem hier en je hebt het maar te verduren en je moet je maar weer... Zo werkt het natuurlijk niet. Of andere thema's. Of andere thema's. Weet je kan elke doelgroep nemen en ze confronteren op een negatieve manier. Maar goed, dat zijn politici. Dat zijn niet de beste onderwijzers. Gelukkig maar. Ja. Nee, dat wou ik net zeggen. Het lijkt me problematisch dat als politici niet gehinderd zonder enige pedagogische kennis... even gaan bepalen hoe docenten dat in de klas moeten doen. Terwijl ik neem aan dat de docenten daar ook heel veel kennis van hebben over hoe ze dat op een beste manier met... leerlingen kunnen bespreken. Het zou misschien wel goed zijn als diezelfde politici eens een keer nog maar eens even een opleiding volgen om te zien hoe het daar aan toe gaat. Maar is het niet belangrijk om te kijken ook naar waarom die docent dan moest onderduiken? Ik bedoel, het is toch enorm verschrikkelijk dat een docent überhaupt moet onderduiken? Zeker. Ik gaf zojuist al eerder aan, hè, woorden die hebben een betekenis. Symbolen hebben een betekenis. Sportprenten zijn betekenisvol. En die betekenis, goed, op het moment dat je een karikatuur van Zwarte Piet tekent, ik kan me best wel nu met terugwerkende kracht, kan ik me best wel voorstellen, vroeger als ik dat zag, dacht ik, oh leuk, Sinterklaas, hè? Dat is de betekenis die ik eraan, dat is datgene wat ik daaruit haalde en interpreteerde. Nu, vandaag de dag, kan ik me best wel voorstellen dat heel veel, en begrijp ik ook dat heel veel vrienden van destijds zich onveilig voelden. De aanstoot aan namen. Precies. En hetzelfde geldt niet voor die spotprenten en voor de woorden die docenten gebruiken. Wij dienen wel bewust te zijn, een goede docent dient zich bewust te zijn van het feit dat woorden betekenisvol zijn en symbolen ook. En daarmee eigenlijk en ongelijkheid en onrechtvaardigheid en gevoel van onveiligheid teweeg brengt. Ja. Ja, maar dat zien we ook. Hè. De Rotterdamse onderwijsinstellingen hebben een statement naar buiten gebracht waarin ze zeggen van hey... in achtneming de pedagogische en didactische visie van de school... mogen we vrij onze lessen inrichten. Hè? Maar echt, je mag alles tonen. Maar ze zeggen ook voor de goede orde, je moet niet alles tonen. Hè? Waar wij Zwarte Piet 10 of 20 jaar geleden heel normaal vonden. En je ziet ook dat politici, die bijvoorbeeld Mark Rutte, die in 2013 zegt... Zwarte Piet, dat hoeft helemaal niet veranderd te worden. Die nu zegt, ik kan me nu wel inleven in zwarte kinderen die zich buitengesloten voelen. Mm. En daarom vind ik het zo belangrijk dat we ook de ethische discussie nu voeren over cartoons.
van misschien kunnen mensen zich gewoon nog niet inleven in waarom is dat kwetsend. En de publieke opinie, en het, daarom moeten we ook dit maatschappelijke debat voeren, zodat die publieke opinie zeg maar de goede kant op gaat. Want we hebben nu meer zeg maar dat beeld van de popular opinion is right, maar de popular opinion hoeft helemaal niet rechtvaardig te zijn. Ja. Interessant, want Mohammed, jij hebt op het Emmaus College gezeten. Ja, in welke periode heb je daar je hebt 6 jaar VWO daar gedaan? Ja, ik heb van 2012 tot 2018 heb ik VWO gedaan. Ik moet zeggen, ik heb op het Emmaus College een hele leuke tijd gehad. Ik heb nog steeds een goede band met docenten, met leerlingen. Ik heb het nooit gediscrimineerd gevoeld. Hè. Het is niet dat we nu een school moeten neerzetten als een slechte school of zo. Want even, hoe kan het dat jij nog een goede band hebt met docenten? Ik vind dat wel een interessante, misschien ook persoonlijk een beetje. Maar... Ja, nee, dat is geen probleem. Van jongs af aan vond ik het altijd gewoon leuk om in discussie te gaan. Hè? En op het Emmaus College was daar ook wel ruimte voor. Gewoon met elkaar in debat. Dan sprak je gewoon en dan, dat schuurde soms. En dat je had wel eens oneenigheid met elkaar. Maar aan het einde dan schud je gewoon de handen met elkaar en dan... Jij bent mijn docent en er is misschien een meningsverschil, maar we hebben hiervan geleerd. En een school is gewoon de beste plaats om je in elkaar in te leven. Hè? Op een school moeten we kinderen leren weerbaar te zijn, maar we moeten kinderen ook leren elkaar te begrijpen. Mm. Want zoals jij net zei, van, mag een moslim zich nog wel gekwetst voelen? Dat is een hele belangrijke vraag en dat hadden we ook bij de Zwarte Piet discussie. Eerst stelde iedereen zich aan. Maar als we ons gaan blijven houden aan dat je stelt je aan, dan loopt het helemaal uit de hand. Ja, wij moeten ook wel een beetje oppassen met dat weerbaarheidstheorie. Kijk, elke pedagoog en elke docent en elk mens zou eigenlijk moeten weten dat... Je gaat je kinderen ook niet pesten met het idee om hen weerbaar te maken of met het doel om hen weerbaar te maken. Je gaat hen ook niet schade toebrengen met het idee om hen... of met het doel om hen weerbaar te maken of weerbaar daartegen te maken. Dus het is ook een beetje gek dat we nu dat even in de klaslokalen... of althans gebruiken, dat weerbaarheidswoord, dat weerbaarheidstheorie gebruiken om maar alles te kunnen zeggen tegen voornamelijk moslimkinderen. Ja. Waarom we hier voornamelijk zitten is omdat, Mohammed, jij hebt natuurlijk op het Emmaus College gezeten. Je hebt contact met mensen die daar nog steeds op school zitten. En je weet ongeveer wat daar is gebeurd voorafgaand aan het onderduiken van de docent. We gaan het daar zo over hebben. Voordat we dat gaan doen wil ik naar een kort fragment kijken uit Jinek. Waarin wordt uitgelegd of gepoogd wordt om uit te leggen wat er op die school is gebeurd. En ik zou jullie in het bijzonder willen vragen om te letten op de precieze woorden die daar worden gebruikt om uit te leggen wat er is gebeurd. Fragment 11 is dat volgens mij. Omgaan. Ik heb geen enkele aandrang om mensen te gaan beledigen, om iemand op zijn hart te trappen vanwege zijn geloofsovertuiging. Nou, wat is het voordeel van het tonen van zo'n spotpunt? Maar wat ik graag wil dat mijn kinderen leren, is dat zij een eeltlaagje rond... Nou, we hebben het gehoord. Het is onverteerbaar dat 3 leerlingen van het Emmaus College een leraar bedreigen en dat de leraar daardoor moet onderduiken. Mohammed. Ja. Laten we beginnen met de vraag. Hebben 3 leerlingen een leraar bedreigd? Ja, dat wil ik dus eigenlijk nu vertellen. Ik kan het gewoon heel plat zeggen. Dylan Jesilkus, die polariseert het debat nu eigenlijk alleen maar met leugens. Wat zij nu zegt is dat het echt om een omgekeerde wereld gaat. En tuurlijk kunnen we dat niet tolereren. 3 leerlingen die hun docent bedreigen in een les en vervolgens naar school mogen en de docent zit bang thuis. Dat is niet gebeurd. De leerlingen waren ten eerste alle 3 niet islamitisch. 1 daarvan was islamitisch, de 2 andere niet. Dus dit is heel belangrijk. We mogen hier niet zomaar aan voorbij gaan, denk ik. 3 islamitische leerlingen wordt constant gezegd, ja, maar het gaat uiteindelijk dat klopt om... helemaal niet. 1 islamitische leerling en 2 niet-islamitische leerlingen. En jij hebt contact met die mensen? Ik heb het kort contact gehad en geluisterd naar leerlingen van het Emmaus College die nog belangrijker is de vraag, hebben ze bedreigd, ja of nee? Ze hebben de docent niet bedreigd. Wat is er gebeurd? Ze hebben zelfs de foto niet gemaakt. Het is echt zodanig geframed dat het nu lijkt alsof wij niet weerbare kinderen op onze school hebben, zoals Dylan dat zegt, die hun docent graag bedreigen en het extremisme aanhangen ofzo. De leerlingen hebben, iemand zat dus in die les en die dag werd Samuel Paty herdacht. Mm-hmm. Dus die spotprint die schijnt daar 5 jaar te hangen. Dus ook toen ik daar nog op school zat. Die spotprint is mij natuurlijk nooit opgevallen, want het is een hele grote school, je bent niet altijd in elk lokaal. Dus dat doet er verder niet toe. Dus een leerling die ziet dat en die denkt van,
hey, is dat de profeet? En die interpretatie hadden we redelijkerwijs kunnen verwachten van elke leerling. Hè? Het is het stereotyperen van een moslim met die tulband en van alles. Die leerlingen zitten nog in de vormingsfase. We kunnen niet verwachten dat zij weten dat het een spotprint is over Charlie Hebdo van Hugh Bertrams 5 jaar geleden. Mm-hmm. En dan op zo'n dag valt dat op. Die leerling maakt daar een foto van en voor je het weet, kinderen, social media, iedereen heeft die foto gezien. Dus één leerling besluit gewoon heel netjes, rationeel denkend, even naar de docent te stappen en te vragen van, hé meneer, ik voel me daar echt oprecht niet prettig bij. En eigenlijk heb ik dan liever dat zo'n spotprint niet in de klas hangt, samen met 2 andere leerlingen die met haar zijn. Nou, daar vindt een gesprek plaats, de details daarvan die zijn op zich niet heel erg belangrijk. Die spotprint wordt weggehaald. Vervolgens... Maar, wacht even, want je zegt de details zijn niet zo belangrijk. Ja, er heeft een gesprek plaatsgevonden. Ja. Hoe is dat gesprek verlopen? Ik denk dat dat wel belangrijk is. Want ja, hoe dat gesprek verlopen is... Het gaat natuurlijk om de vraag of zij daar een situatie hebben gecreëerd waardoor de leraar zich onveilig heeft gevoeld. Ja, de exacte details die weet ik niet 100% zeker. Je hoort het ook maar van kinderen. Hè? En je wilt nou ook niet... De docent, ik kan echt wel geloven dat die docent het niet bedoeld heeft om te provoceren. Ja. Het was gewoon een lieve docent ook. Ik heb vaak met hem gepraat, met hem gesproken, aan tafel gezeten. Maar als kinderen dat dan toch interpreteren, dan ga je daar gewoon mee om. Dat hoor je op een goede manier te doen. Gaat dat even niet goed? Mm-hmm. Oké, je bent ook maar een mens, maar bedreigingen horen daar nooit het resultaat van te zijn. Hè? Bedreigingen die kunnen we nooit rechtvaardigen. En dat wordt ons moslims wel vaak opgelegd. Hè? Dat wij, als wij de ethische kwestie willen bespreken, zijn we tegen de vrijheid van meningsuiting. En, Maar ik hoor, dus eens hebben niet bedreigd, de 3 leerlingen... Het beeld was, hè, dat waren onverdraagbare leerlingen, alle 3 moslim, dat zijn ze ook niet. En er vindt gewoon een rationeel gesprek plaats waarbij uiteindelijk het gevolg is dat de school de spotprint of de leraar... Uiteindelijk heeft de docent volgens mij samen met de rector of iemand die spotprint is uiteindelijk weggehaald voordat de bedreigingen hebben plaatsgevonden. Daarmee geef je wel een blijk aan van, oké, ik kan me erin vinden dat dit niet in een klaslokaal hoort. En dat is een aanleiding... van het gesprek dat daar heeft plaatsgevonden. Ja, dat gesprek is op zich gewoon goed verlopen. Misschien is er iets verkeerd gesteld. Ik heb wel van een enkele leerling gehoord van... ik voelde me eigenlijk helemaal niet zo prettig bij dat gesprek. En ik kreeg het gevoel alsof de vrijheid van meningsuiting... niet voor mij geldt, maar wel voor anderen. Mm-hmm. Nou hoor je dat van een kind. En het is kwalijk om dat te horen van een kind. Maar een kind is ook nog in de vormingsfase. Mm-hmm. Dus dan moet een kind gewoon leren van... die vrijheid van meningsuiting is er wel voor iedereen. En dat is moeilijk. En daarvoor hebben we dan burgerschap. En dus die hele ethische kwestie. Ja, hoe is het fout gegaan op die school? Is die foto dus beland op social media. Ja. En toen heeft iemand er dus bij gezet van... hey, een foto van de profeet op het Emmaus College. Toen zijn er kennelijk bedreigingen gekomen van buitenaf. Tot nu toe nog steeds onbekend wie het waren. Er zijn 3 aanhoudingen verricht. Dat is wel bekend. Maar er zijn dus helemaal geen bedreigingen binnen de school gebeurd. Ja. Er is helemaal geen sprake van niet weerbare of extremistische kinderen. Wat ik dan echt frappant vind, is dat er in de media, in dit geval door Dylan, wordt... Er moet van alles en nog wat gedaan worden, zonder dat nog helemaal niks duidelijk is. Hè? Dat is ook heel opvallend nu de verkiezingen eraan komen. Even. Ja, nee, goed, het is inderdaad beangstigend. Je bent als politicus, is het heel belangrijk dat je in ieder geval weet hoe Trias Politica werkt. Hè? Wat zij nu doet, is zij plaatst zichzelf... op de stoel van de rechter. Ja, die gaan we met Elsa spreken. Elsa is onze rechtsgeleerde aan tafel. Hè? Nou, goed. Kom op. Ik blijf het vragen. Dus als jij je verhaal... Ik vind het absurd dat zo'n politicus, hè, zonder dingen te verifiëren, hè, ze geeft ook, ik heb gehoord dat, en ze vindt al van, nou goed, dit en dit en dit moet gebeuren. Dat vind ik gewoon niet kunnen. Elsa, jij hoort politici, nota bene tegenover je praten, in een heel ander gesprek, hè, want jullie hadden het ergens heel ergens anders over eigenlijk. De petitie wordt erbij gehaald, de bedreigingen op de school worden erbij gehaald. Ik neem aan dat jij de feiten op dat moment ook niet kent. Ik ken de feiten niet. En wat je altijd ziet is dat er de neiging is om altijd heel snel dingen te willen zeggen. Maar ik ben meer iemand, en dat komt misschien gewoon ook vanuit mijn beroep, dat je toch wel eerst de feiten op tafel moet hebben om iets zinnigs te kunnen zeggen. Dus op het moment dat ik daar zat, maar ook als je nog kijkt naar de openbare bronnen, ja, de feiten zijn gewoon nog niet bekend, maar je ziet dat sommige mensen wel bepaalde ideeën dan wellicht positioneren alsof het al feiten zijn. Ja, je kan daar heel weinig mee op het moment dat het gewoon nog niet duidelijk is. Zijn dan politici die zeggen, die gaan dan met de minister in debat over hoe er vervolgd gaat worden.
Ja, dat lijkt mij problematisch. Het is natuurlijk niet aan die politici om dat te bepalen, maar dat is natuurlijk aan een rechter om te bepalen. Op het moment dat een politici gaat zeggen, ja, dit en dit en dit moet gebeuren, zo werkt de rechtsstaat natuurlijk niet. Hè. Het is aan uiteindelijk, er wordt een onderzoek gedaan, het is het Openbaar Ministerie die, als er leerlingen of waarschijnlijk misschien zijn het volwassenen of wie dan ook in ieder geval wat heeft gedaan, ja, dan is een OM die dan gaat vervolgen en een rechter die gaat bepalen hoe het gaat gebeuren. Ja. Mag ik hier een aanvulling aan doen? Ja? Wat ik ook heb gezien is dat Dylan Jezilkus en meerdere politici hebben hier ook een uitspraak over gedaan. Hè? De Emma's College omstreden in het nieuws. Ponieuws, verslaggevers, die komen naar de school. Een Ponieuws verslaggever die wordt aangevallen. Die heeft toen een gekneusde pink gekregen. Toen heeft zij getweet, Grapperhaus, haal die terroristen van de straat af. Ik was echt in shock. Ik dacht, ga je echt een kind meteen al terrorist noemen, omdat hij misschien gewoon puberaal wangedrag vertoont? Niet dat we dat moeten tolereren, maar... Maar goed, bij toen, het woord terrorist denk ik meteen aan een moslimkindje verschijnen. Ja, dat ook natuurlijk. In de discussie die en toen heel erg gaande is. Toen heb ik dus mijn maatschappijleerdocent gesproken. Mijn oude maatschappijleerdocent. En die vertelde mij, het is belachelijk. Het is een Nederlandse witte jongen van 15. Ik bedoel, en waarom heeft hij gedaan wat hij heeft gedaan? Ja... Waarom hij dat heeft gedaan, dat weet ik niet. Jongeren die daarbij waren, hebben gezegd van... hij wilde niet spreken tegen Ponieuws en hij bleef maar gevolgd worden. Maar dat, we kennen de journalistiek misschien van bedoelden Ponieuws. Ze met die terroristen zichzelf, want ze kunnen echt vrij irritant zijn. Ponieuws, ze staan er onbekend, maar dat mag je, natuurlijk. Ja, nee, natuurlijk mag dat. Natuurlijk, alle gekheid op. Noordin, jij zit in de gemeenteraad in Rotterdam. Niet meer, maar jouw partij is daar in ieder geval vertegenwoordigd. Je zal het ongetwijfeld... Is er over gesproken over het casus Emmaus College? Nou, ga er maar van uit dat dit besproken wordt in de gemeenteraad van Rotterdam. En dat waarschijnlijk ook het populaire beeld, wat is gecreëerd mede door Dylan en anderen met de politieke agenda, dat een soort van de geforceerde realiteit wordt. Kijk, ik zeg het er maar bij, omdat dit een gevleugelde uitspraak van mij is die ik dikwijls heb geuit. Beeldvorming is veel sterker dan feiten. Beeldvorming is zo hardnekkig, je komt er bijna niet doorheen. En zeker in de politiek zie je vaak dat hele grote verhalen bijna ook nooit worden rechtgezet. Want kijk, even gewoon een journalistiek principe, het zou ook moeten zijn hoor en wederhoor. Ik heb alleen maar een verhaal gehoord, niet eens van de betrokken docent, niet eens direct, maar allemaal ja, verhalen hoe ze zijn ontstaan. De school wenst ook niet te reageren. Ja, ook niet. Dus er wordt heel veel ingevuld, maar er wordt ook geen wederhoor vindt er plaats. Met alle schade van dien. Want je zal maar een kind zijn op zo'n school, die opeens de meest gehate kind van heel Nederland wordt. Terwijl je eigenlijk, en ook nog eens dingen in je schoenen geschoven krijgt, die je niet hebt gedaan, waar je niet verantwoordelijk voor was. Is vreselijk. Kijk, en dat baart mijn zorgen, want beeldvorming is gewoon een tool. En ook media speelt daar een rol in. We hebben echt gebrek aan echt kwalitatief en kritische media. Ik ben ook 9 van de 10 keer heel erg beducht om me uit te spreken op basis van een enkel bericht. Het is echt de moeite altijd om de vraag te stellen van speelt er nog meer, hoe zit het precies? Mohammed, als we dan kijken, want de school kan zich heel makkelijk uitspreken. Die kan zeggen, nou, het zit anders. Ik neem mijn leerlingen ook een beetje in bescherming tegen wat er in de maatschappij wordt gezegd. Hè? Het betogen van Noordin een beetje. De school kan dat heel makkelijk doen. De leraren die daar rondlopen, die weten hoogstwaarschijnlijk ook wat er aan de hand is. Ja, de meeste wel. Waarom horen we geen... Het meeste wel, je hebt contact met die leraren? Ja, heel eerlijk gezegd, ik heb wel vernomen dat de school de docenten en leerlingen... De docenten in ieder geval heeft aangeraden niet tegen de media te spreken. Dat kan je doen als school. Ik vind het alleen niet erg handig. Mm. En het werd verwacht dat er een heleboel verslaggevers voor de school zouden komen. En toen is wel verteld aan de leerlingen van... Je bent vrij om te spreken tegen de media, maar alle gevolgen zijn voor jou. Mm-hmm. Dus ik weet niet wat daarmee wordt geïmpliceerd. Daar kun je een heleboel mee bedoelen, maar... Ja. Nou ja, goed, zoals de school dat eigenlijk inderdaad al zegt, hè, de consequenties zijn voor jou. Ik denk dat elke docent ook gewoon echt oppast, omdat inderdaad, je wordt gewoon geframed. Je wordt gewoon geframed. Ja. Ik bedoel, kijk, het is nog niet eens duidelijk, nu nog steeds voor mij niet, hè, ondanks dat ik me er echt heel erg mee bezighoud, wat er allemaal gaande is. Ik hoor het nu, ik hoor heel veel dingen nu voor het eerst. En dan hebben we bijvoorbeeld een burgemeester die zich afzijdig moet houden van Arnhem, in dit geval Marcouche. En die is al helemaal gevlogen richting het salafisme en het islamisme en het politieke islam en weet ik veel wat allemaal. Terwijl de drie dames niet moslim waren. Precies, dus ja goed, ik kan me wel voorstellen dat op het moment dat je al een docent bent, hè, moslim of niet, en je komt en je probeert een verhaal wat heel complex is toe te lichten,
ja, dat je carrière wellicht voorbij is en dat, ja, dat ik wordt denk dat voor deze school geldt, en dit is eigenlijk een beetje een gouden regel als het gaat om bad publicity, is in een vlek moet je niet wrijven. Gewoon allemaal even stil nu, radio stilte, dit moet overwaaien, want Emma's college is slecht in het nieuws en geen school die daarop wacht. Mm-hmm. Dus en dan wordt er eerder gekozen om je imago zeg maar te beschermen, in plaats van dat ik, en zou ik toch vinden, dat je ook als school de verantwoordelijkheid hebt om je leerlingen te beschermen in deze. Ja, uiteindelijk heeft de school een statement naar buiten gebracht, na enige tijd toen er een heleboel ophef was geweest, van waarin stond: het gesprek is gekaapt door buitenstaanders om ongefundeerde dreigementen. Ja, nou, feitelijk. En toen werd ik echt heel blij, toen dacht ik van, ik ben niet meer zo zwaar. Maar wie heeft dit opgepikt vervolgens? Niemand. Precies. Ja, er zijn nog heel veel punten in dit verhaal die aangeraakt kunnen worden. Ook nog iets maar ik zou jou, en dan geef ik jou de gelegenheid om daar nog even op in te gaan, maar ik zou je toch willen vragen, Mohammed, die vrijheid van meningsuiting, heel Nederland zegt ook, we moeten pal voor de docenten gaan staan, pal voor de vrijheid van menings gaan staan. Dat is denk ik ook heel terecht. Ik denk dat niemand hier aan tafel dat bediscussieert. Maar in hoeverre geldt die vrijheid van meningsuiting eigenlijk op die school? Ja, en dat... De vrijheid van meningsuiting die heb je gewoon op die school. Maar wat ik dus ironisch vind, wat ik al eerder aan jou had verteld. Dus toen, in de tijd dat ik daar op school zat, hing er een anti-PVV poster op de school. Die had mijn Nederlands docent daar toen gehangen. Omdat zij vond... Zij schaamde zich ervoor dat zoveel Nederlanders zich tegen de islam keerden en het zeg maar wegzetten als slechte groep mensen, moslims. Dus... toen hebben een paar kinderen daarover geklaagd. En toen heeft mijn corrector die poster dus van de muur gehaald. Want jouw politieke ideologie die hoort niet op de muur als docent. En ik kan me daar best in vinden. Hè? Mm-hmm. Je hoeft je kinderen niet te confronteren met jouw politieke ideologie of jouw mening op zo'n manier. En je moet ook geen fundamentele meningsverschillen creëren met jongeren bij binnenkomst in het lokaal. Je kunt best dingen bespreken, maar dat moet wel op een pedagogisch verantwoordelijke manier. En daar hebben we ook bijvoorbeeld zeggen, Samuel Paty, die heeft echt laten zien hoe het wel kan. Mm-hmm. Samuel Paty heeft van tevoren aangegeven, ik ga een mogelijk aanstootgevende spotprint laten zien. Neem je daar aanstoot aan, kijk even weg, verlaat even het lokaal. Ja. En ik heb daar op zich niks op tegen, want je zegt duidelijk, je bent niet voor islamofobie, je wilt geen racisme stimuleren, je wilt alleen illustreren van... waar schuurt die vrijheid van meningsuiting en waar moeten we misschien die grens gaan trekken en waar ligt dat debat? Mm-hmm. Net als dat je Zwarte Piet echt kan laten zien in de klas van waarom is dat zo stereotyperend voor slaven, maar je gaat geen Zwarte Piet ophangen aan de muur. Want daarmee wek je echt een... daarmee creëer je gewoon een niet veilig leerklimaat in de school. Nee, ik snap, maar het voorbeeld wat je noemt het ironisch, wat je nu aanhaalt, is dat bijvoorbeeld in het geval van dat Wilders of PVV of zo als spotprint werd getoond, dat toen na een gesprek ook weg is gegaan. Eigenlijk heeft de school in beide gevallen consistent gehandeld. Ja, alleen want beide keren heel erg gevreemd is het door een eigen leven. Dan is het verhaal natuurlijk een stuk complexer en misschien ook genuanceerder dan hoe het in de media. En de schade. Kijk, weet je, het is vaak van laten we gewoon met emmers modder gooien en we zien wel wat er blijft hangen, ook al klopt er niks van. Ja. Weet je, de schade is al aangericht, ook naar die leerlingen toe en dat doet gewoon keer op keer pijn. En helaas moeten we daar ook gewoon echt rekening mee houden. Rashid, ik ga je nog een vraag stellen als je dat goed vindt. Ja. Kan het misschien zijn dat je als docent denkt, ja maar ik wil ook mijn moslimleerlingen en alle andere leerlingen, uitleggen dat dit speelt in de samenleving. Dat er Charlie Hebdo's zijn die cartoons maken. Prima. Dat pijn kan doen en dat je dat gaat tegenkomen als je hier het klaslokaal uitloopt. En hoe reageer je erop? Hoe ga je ermee om? Kan dat een reden zijn om het te laten zien of om er op een bepaalde manier mee om te gaan? Ja, kijk, een voorbeeld van de Hakenhuis, dat is niet toegestaan om dat symbool te laten zien in de klas. Maar het mag wel, zeg maar, in literatuur mag het wel terugkomen om te laten zien. Echter, stel dat ik nu weet dat er studenten zijn die op het moment dat ze het boek openslaan en ze zien het, stel dat diezelfde studenten zeggen, het doet mij pijn. En, nou goed, ik probeer mij in te leven in hen en ik weet dat het hen pijn doet omdat ze geschiedenis hebben, voorouders hebben die te maken hebben gehad met de Holocaust. Mm-hmm. Op dat moment neem ik mijn verantwoordelijkheid als docent om dat niet terug te laten komen in mijn les. Ja. Ik denk dat we daarmee een mooie eerste uitzending hebben van... heb je nog mooie toevoegingen? Iemand anders nog een laatste noot die wil... misschien de vrijheid van meningsuiting, die ethische discussie mag er wel zijn. En spotprenten
de pen is machtiger dan het zwaard. Hè. Het is heel belangrijk om de vinger op de zere plek soms te kunnen zetten om het debat te starten. Maar we moeten de vrijheid van meningsuiting niet gaan gebruiken om systematisch minderheden te schofferen, weg te zetten of te beledigen. Want dat is niet wat we in Nederland willen. Dat is ook niet waar de Nederlandse tolerante samenleving voor staat. Ook niet waar de vrijheid van meningsuiting origineel voor bedoeld is. Hè? Voor het bekritiseren van machthebbers. En nu wordt het gewoon, als je het gaat gebruiken als een middel om een bepaalde bevolkingsgroep gewoon... Ja, of om dominantie te blijven beledigen. Ja, dat is natuurlijk niet waarvoor we origineel ook de vrijheid van meningsuiting, waar dat vandaan komt. Nee, kijk, ik zeg het altijd, geen enkele mening mag je op